Piranha Movies. Yo, wat up gasten, op vele verzoeken is het vandaag tijd voor Skype in het echte leven. Geef vast een duimpje omhoog hier beneden en hou de rechter onderhoek in de gaten. Want in de rechter onderhoek staan alle frustraties en irritaties die ik aan het uitbeelden ben. Heel veel plezier bij Skype in het echte leven. Hey kerel, hoor je me goed zo? Huh, wat? Sorry, ik versta je niet goed. Wat zeg je nou? Ik hoor je niet. Oh, je hoort me niet. Ben je doof? Is dat het? Kut internet. Wat heb ik voor kut? Jij hebt geen kut. Je hebt kut internet. Je microfoon is slecht. Hoor je niet? Nee, dit ligt niet aan mij. Dit ligt aan jou. Je hebt kut internet. Oké. Meisje verbindt. Goed. Je hebt het. Downloaden van je porno. Dan kunnen we normaal praten. Er is een probleem met de verbinding. We proberen alles te herstellen. We proberen alles te herstellen. Je staat daar en je doet niks. Ja. Heus wel. Ik laat advertenties zien. Zodat Skype geld verdient. Kan je mij nu weer verstaan? Ja of nee? Hey man, ik hoor je nu goed. Welkom terug. Van wie komen al deze video's, foto's of linkjes? Wat een spam. Oh nee, die heb ik je allemaal gestuurd. Vet, hè? Wat denk je dat ik doe met mijn leven? De hele dag alleen maar video's en foto's bekijken? Nee man, dat is de rol van Barry op Skype. Hij is de loser die niks doet met zijn leven. Huh? Zit Barry nog op Skype dan? Barry heeft wel Skype, maar hij heeft ook een microfoon met heel erg veel ruis. Moet je kijken. Hij spamt de hele tijd dat hij met ons mee wil praten. Oh, al die berichten van die arme Barry. Het is toch zielig. Check even je webcam, want hij valt telkens uit. Oh wacht, ik heb wel een idee. Ik kan ook proberen te skypen zonder je cam aan. Dan ga ik praten met iemand zonder dat ik hem zie. Dan kan ik toch net zo goed gaan bellen. Nee, want Skype is gratis. Nou, daar heb je helemaal gelijk in. Nee. Ik word gebeld. Een bericht? Ik voeg je toe in een groepsgesprek. Oh nee. Je kan ons ook gewoon muten in plaats van alleen maar zeiken in elke video. Oh, dan verwaarde je jezelf out of gesprek. Ja? Dan Barry stuurt me de hele tijd berichtjes dat hij mee wil praten in het gesprek. Ja man, Barry probeert het gesprek binnen te komen. Ah ja! Jongens, mag ik heel misschien meedoen in het Skype gesprek? Ik heb een nieuwe microfoon gekocht, zoals jullie vroegen, van €400 zonder ruis. Nee, rot op! Het gesprek is al vol! Dat snap ik. Barry, tik nog één keer op die deur en ik pak je. Is goed. Veel plezier op Skype, jongens. Tot flikker op, man. Maandag op school. Ik ga wel aan mijn eentje skypen. Yo, de gasten, dat was weer de In het Echte Leven voor deze week. Geef een duimpje omhoog hier beneden en reageer ook hier beneden met wat jij de volgende keer wil zien in het echte leven. En anders, klik hier op het scherm verder voor meer In het Echte Leven. Hartelijk bedankt voor het bellen met Skype. Wij bij Skype proberen altijd de feedback in te zamelen van onze gebruikers. Mag ik u vragen om het gesprek te beoordelen op een schaal van 1 tot en met 5 sterren? Dat lijkt me duidelijk. U gaf het gesprek 5 sterren. Bedankt voor het bellen met Skype en rust in vrede.